Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Na een tamelijk grijs begin met mist of zelfs dichte mist vanochtend... is het inmiddels behoorlijk opgeklaard. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar er komen ook flinke stapelwolken voor. En een aantal van die stapelwolken zijn inmiddels aan het uitgroeien... tot een aantal regen- en onweersbuien. Als we deze satellietbeelden in beweging zetten... dan zien we ook die wolken plukken over het land trekken. En ze worden witter en feller. En dat zijn dan die buien die tot ontwikkeling komen. Als we ook naar het radenbeeld kijken van 1 uur vanmiddag, dan zien we de eerste twee buien al op het beeldscherm in het westen van Friesland en in de achterhoek komt een bui voor. Nou, de komende uren ontstaan er nog een paar meer buien dan vooral in het oosten en noordoosten van het land. Ik denk dat in het zuiden en zuidwesten het overwegend droog blijft, met daar dan ook nog de meeste zon. Het plaatje voor vanavond ziet er dan zo uit. De meeste buien, zoals gezegd, dus in de oostelijke helft van het land met mogelijk nog een klap onweer. Later op de avond wordt het nagenoeg overal droog en is het wisselend bewolkt bij een graad of 12. Dan komende nacht raakt het gelijk bewolkt vanuit het zuiden en dan volgt de buien geregen. kan ook misschien een enkele klap onweer bijzitten, maar over het algemeen is het een beetje wat gezapige regen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 9. Dan morgenochtend. In eerste instantie veel bewolking. Die buigenregen die trekt dan naar het oosten tot noordoosten weg. En dan klaart het op vanuit het zuiden. Blijft de rest van de dag echter niet droog, want in de middag komen er opnieuw een aantal buien tot ontwikkeling. Mogelijk ook weer met een klap onweer, dan vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Het wordt 11 graden in het noordwesten tot 14 graden in het zuidoosten. De wind die draait geleidelijk van het zuiden naar het zuidwesten tot westen. En is matig, misschien in Zeeland af en toe vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Dan het weekeinde. Dat ziet er onbestendig uit. Met zowel zaterdag als zondag kans op buien. Op zaterdag zullen wolken ook meer de overhand hebben ten opzichte van de zon. Op zondag hebben we iets meer zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10 en vooral zaterdag staat er ook nog een stevige westelijke wind. Op maandag is het overal droog en breekt zeker later op de dag de zon behoorlijk door. Dan is het weer een graad of 13. En als we dan nog wat verder vooruit kijken, dan zien we dat er een kleine dip is in de temperatuur zo in de tweede helft van het weekend, maar daarna ligt de middagtemperatuur zo tussen de 12 en misschien wel 15 graden in de loop van volgende week. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.